Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam hebben we net naar schooltje gebracht. Jordi zit daar, die blijft thuis. Vanwege zijn oren natuurlijk. Sammy is hier aan het spelen. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ga even zitten. Niels is vandaag eigenlijk de hele dag weg. Nou ja, heel de dag. Hij moet werken tot 1 uur. En dan moet hij om 2 uur alweer weg. Want hij heeft vandaag een praktijkdag voor de cursus die hij doet. En dan is hij tot vanavond 9:30, 10 uur weg. Als het niet 10:30 is. Ik weet niet, duurt het tot 9:30 of zo. Weet ik het. Joef. Nee. Move. Joef, move. Bekend woordje hier. Ik ben vandaag eigenlijk een beetje alleen. Dat is geen ramp hoor. Het is geen ramp. Ik overleef het wel. Jawel. Joef! Dat betekent wel dat ik bepaalde prioriteiten vandaag moet stellen. Dus dat ik ook gewoon aan mezelf moet denken, et cetera. Dus ja. Wat ik vandaag wel even ga doen, is mijn haar in een staart proberen te doen. Zouden jullie dat willen zien? Kijken hoe het eruit ziet. Kijken we dadelijk wel even. Die is aan het drogen. Nee. Laten we het eens gaan proberen. Ik ga gewoon eerst een staartje maken. En dan gewoon eens kijken wat er blijft hangen. Het zal wel niet veel zijn. Maar ik ben benieuwd. Hihi, een mini staartje. Dit kan er dus niet bij. Dit vind ik geen probleem, in principe. Want dit kan ik enigszins zo doen. Klemmetjes pakken. Ik heb hem even losgehaald. Water. Ja, ik doe altijd... Ik heb dan zo'n gel spuit. En doe ik altijd water in. Dit is dan de bedoeling dat dit ongeveer. Het hoeft voor mij ook geen nette staart te zijn, hè? Het hoeft voor mij echt niet. Maar ik heb dat ingelaten. Is denk ik gevallen. Okay. Ik kijk ondertussen in de spiegel. Ik heb trouwens zulke klemmetjes gepakt. Met een kuif. En wat ik dan doe? Haarspray. Het gaat wennen voor mij zijn hoor, maar we gaan kijken hoe het zit.
Wat vinden jullie ervan? Toen ik echt lange haar had, had ik het altijd op een knot zitten. Zo'n messy bun. Ja. Maar het maakt mij niet uit dat het nu een beetje... Het heeft wel iets, denk ik. Nou, dat is dus mijn staat voor vandaag. Ik vind het wel prima. Zo, voor nu. Trouwens, het is misschien wel grappig om te weten. Voor mijn gastric bypass had ik echt dik haar. Of ja, dik haar. Ik heb vooral heel veel haar. Toen heb ik dus die gastric bypass gehad. En toen heb ik heel veel harenuitval gehad. Ben ik een jaar later zwanger worden van jullie, toen kreeg ik weer een volle bos haar. Maar omdat ik dus heel veel harenuitval heb gehad en dat niet in één keer aangroeit natuurlijk. Bleef dat gewoon hier allemaal. Nee. Dus toen heb ik het helemaal af laten knippen. Vandaar mijn korte haren. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik ze weer langer proberen te laten groeien. Maar dat was het ook niet. Dus toen gingen ze weer kort. Toen werd ik zwanger uiteindelijk van Liam. Zwanger van Sam. En elke keer na de zwangerschap had ik zo mega veel haaruitval. Dat ik tegen de kapper ook zei van... knip af, maak maar kort. Ik zeg, ik heb liever nou kort. Ik zeg, we kijken later wel. En nou ben ik ze dus weer aan lang laten groeien. En ja, dat vandaar. Vandaar dat ik daarvoor heb gekozen. Maar ja, nu ben ik ze dus weer aan lang laten groeien. Maar hier bijvoorbeeld kan ik geen staartje hebben. Daar word ik helemaal simpel van. Daar word ik helemaal lijp. Dus vandaar dat die wat hoger zit. Dat heb ik altijd al gehad. Dus vandaar. Ik moet hier weer aan gaan wennen. Ik vind altijd staartjes altijd wel fijn. Ik vind een knotje altijd fijner. Daar kun je zo'n messy bun van maken. Maar dit is allemaal nog niet lang genoeg. Maar als dat lang genoeg is. Ik denk dat ik het allemaal wel wat langer wil. Zeg maar mijn pony ook. Zodat het er allemaal bij past. Maar het is nog even wachten totdat het er allemaal bij past. Inmiddels. Niels heeft Liam even gauw opgehaald. Sam heb ik net op bed gelegd. Jordi ligt hier lekker. Dus ja, het loopt allemaal zoals het loopt. Ja, ik heb helemaal niet echt tijd gehad om te vloggen. Ik heb net Jordi in bed gekregen. Liam in bed gekregen. Sam in bed gekregen. Jordi is oververmoeid. Dus die heb ik ook een locomotief even in zijn bed gezet. Ga ik dadelijk kijken hoe en wat. Eerst even zelf eten nu, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Want dan heb ik helemaal geen tijd voor gehad. En dan gaan we zien hoe het allemaal loopt. Maar ze hebben in ieder geval alles gehad wat ze moesten hebben. Dus. Alles slaapt. Ik heb al een hele hoop opgeruimd. Ik ga eventjes nog wat spullen van morgen klaarzetten. Vaatwassen doen, aanrecht even opruimen en afdoen. En dan tijd voor bankzaken. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Mochten hier vrouwen zijn die alleenstaande ouder zijn. Ik heb respect voor jullie. Echt waar. Ik hoef het niet altijd alleen te doen. Maar toch. En kijk. Volgens mij heb ik een varkensstaartje. Ja. Dus dat. Ik ga gewoon even mijn ding doen. En dan hopelijk is Niels weer een keer thuis. En dan gaan we het zien. Een hele goede morgen. Liam hebben we al naar school gebracht. We zijn al fruitje aan het eten geweest. En hier is iemand iets aan het uitzoeken, denk ik. En doen. Ja? Wat ben je allemaal aan het doen? Waar ben je naar op zoek? Hey. Waar ben je naar op zoek? Hij ging steeds een loophoor. Dus dat is nog steeds niet duur van het. Waar ben je allemaal naar op zoek? Wat zoek je dan? Wil je stappen? Kom maar. En stappen. Kom je?
rustig. Niks aan de hand. Je hoeft niet sneller te doen. Nou, daar is hij alweer. Op de plek van bestemming. Yay! We hebben Liam opgehaald. Lekker flesje drinken. En dan zo even allemaal naar bed. Jordi gaat sowieso ook even in bed. Net weer ruzie. Liam en Jordi. Een kleine bankliggertje is weer aan het slapen op de bank. Hij slaapt zo schattig. Helemaal op. Ik heb ondertussen mijn kippetjes al aangebakken en die staan nou op. Ik heb haarverlies. Gekookte aardappels met kipdrumsticks en boontjes of ertjes met worteltjes. Dus we hebben nog genoeg keus. Wakker. Jij ook? Nee toch? Oké. Heel wakker. Wil je drinken? Ik denk dat hij daar boos wordt. Hé, hey, lekker ding. Wil je drinken? Wil je nog even slapen? Ja. Hij wil nog even slapen. Prima. Of hij is wel langzaam wakker aan het worden. Dat kan natuurlijk ook. Jordi moet ik ze ook wakker maken. Ik heb contact gehad met school. Over hoe en wat. Jordi lijkt zich gewoon te vervelen. En dat is niet erg, hè? Dat is echt niet erg. Maar ik heb wel het idee dat hij gewoon graag naar school wil. En ja, we zijn eigenlijk een beetje even aan het kijken van wat is verstandig. Dus vandaag, we gaan het gewoon even kijken. We weten het nog niet. We gaan even kijken wat we als besluit gaan maken. Ondertussen ben ik kippenpoten aan het maken. Lekker. De kiddo's zijn allemaal lekker in de douche geweest samen met mama. Papa is aan het slapen. Wat doet papa? Zeg maar tegen papa wakker worden. Zeg maar wakker worden, papa. De papa wakker worden. Huh? Ben je ook klaar, Sammy? Nee, nog niet. Als je hem nou eens zo houdt, jongen. Zo. Jordi heeft ook al zijn fles op. Hè? Lekker ettertje van me. En dan gaan we zo lekker naar bed. Vandaag heb ik niet veel gevlogd. Ik heb merendeel met Liam gezeten. Die is momenteel aan het slapen. En Jordi, die heb ik net opgehaald. Ik heb gewoon geen tijd gehad om te vloggen. Zoveel heb ik gedaan met Liam onder andere. Dus later meer daarover. Zo jongens, lekker opruimen weer, hè? Goed zo! Ja, doe maar goed zetten, schatje. Goed gedaan, jongen! Dat heb je goed gedaan! Supergoed, Liam! Ze kunnen het wel, stiekem, als ze er zin in hebben. Ja? Gaan we nog een keer doen? Hop, hop, gaan ze erop. Ze zitten er net hier op zijn kop. Goed zo! Ja, kom er maar bij. Je moet erbij. Hop, hop, gaan ze erop. Ze zitten er net
Zullen we ons handje ook doen, Lian? Zo ben jij ook ooit begonnen. Heel grappig, papa. Oh. Klein wit visje is zo blij. Mama komt het halen. Wat een boekje. En hoe ziet het eruit? Oh mijn god. Serieus, Niels. Joef, je staat ervoor. Hey. Ga weg. Dit is een visje, hè? Kijk eens hier. Kijk eens hier. Joef, move. Kijk eens. Ga eens weg. Dag slakje. Dat is een slakje. In de schelp. Dit is een schelpje. Kwak, kwak. Hey, kijk eens. Een zeepaardje. Dag zeepaardje, onder het blad. Wil je nog een bladzijde? Ga kijken. Hey. Een krab. Ja. Daar, krabbetje. Rita. Daar, krabbetje achter de steen. Op wel. Daar, goudvis tussen de stengels, Riet. Dat is een goudvis. Hé, hey, hier zijn ze allemaal. Dag vriendjes. Allemaal naast elkaar. Ik ga nu naar huis met mama. Maar je bent al thuis. Rustig. Maar morgen kom ik zeker terug. Kun je nog een keer lezen? Wat is dit? Het is een visje, hè? Oh. Hey, een slakje. Wacht. Ja, jij maar. Een kikker. Kwak, kwak, kwak. Zwemmen. Hé, hey, een zeepaardje. Een krabje. Ik moet gaan hier.
Dag. Maar dag. Nee, nog niet dag. Dag. Zo. Uit. Goed gedaan. Morgen nog een keer. Geef me erbij. Yay. Goed gedaan. Yay, goed zo. Applausje voor Liam. Liam. Liam, klappen. Klappen voor jezelf. Ja. Ja, dat is helemaal voor jou, dat je klap. Nou, dan moeten we wegleggen. Goedemorgen. Gisteren heb ik niet veel gefilmd. Dat heeft een reden. Zoals ze al meerdere ooit wel hebben gezegd op mijn account. Liam praat nog niet. Nee, dat klopt. Hij zegt wel woordjes, et cetera. Maar ik ben er hier al langer mee bezig. Hè. Dit is niet van gisteren. Hè. Maar ik ben dus eigenlijk een beetje op zoek naar niet een oorzaak, maar waarom is dit? Dus ik heb met een vriendin gesproken. Ik heb op internet heb ik gekeken. De afgelopen weken, hè, maanden, ben ik er al mee bezig. En aan het kijken hoe ik hem kan helpen. We hebben al van alles geprobeerd. Hij pikt het gewoon niet op. Is eigenwijs, denk ik. Ik heb zelfs aan autisme gedacht. Maar ja, we zijn dus op zoek naar een oorzaak, wat er aan de hand is. We hebben wel een idee, maar dat moet allemaal uitwijzen. Ik heb binnenkort ook een afspraak bij consultatiebureau. Oh, ik ken dat nooit zeggen. Om daar eens over te gaan praten en wat ik denk dat er aan de hand is en wat ik zie als oplossing. Want Liam die gaat uit frustratie slaan, et cetera. Dat is gewoon niet de bedoeling. En het zit ook niet in zijn natuurlijke aard om te slaan. Dit is gewoon puur frustratie. Hij komt er gewoon niet uit, zoals vanochtend. We hebben gewoon ons ritueel gedaan. Dat hij naar school moest. Dat hij naar de bolderkar, met de bolderkar naar school ging. Dat Jordi met Niels ging. Gewoon een heel ritueel wat we eigenlijk altijd wel doen. Maar hij ging alsnog over de zeik. Ik heb 20 minuten gedaan over iets waar we normaal 5 minuten over lopen. Dus dat zegt al genoeg hoe dat hij over de zeik ging. Uiteindelijk heb ik nog voor de deur van het peuterspeelzaal gezeten met hem. Want hij wilde niet naar binnen. Ik heb ook met de juf gesproken. Gisteren ook al met een juf gesproken van hem. Ze snappen wel wat mijn gedachtegang is. En ze kunnen zich er ook wel in vinden. Maar er is niks vastgesteld. Dus ze kunnen daar ook niet zeg maar zeggen van dat heeft hij of dat is er aan de hand. Dat betekent niet dat hij iets ernstigs heeft of wat dan ook. Als we er nu iets mee doen, zijn we overal vroeg bij. Dus dan is er allemaal gewoon een touw aan vast te knopen. En kan hij iets hiermee en kan hij zich daarin verder ontwikkelen. Maar dan moet je wel bepaalde instanties voor inschakelen. En dat heeft tijd nodig. Dus daar zijn we nu mee bezig. We zijn aan het kijken wat we het beste kunnen doen. Jordi en Liam zijn dus naar school. Ik heb ook al vanochtend weer contact gehad met Radboud. Omdat het oor van Jordi nog steeds niet goed is. Zijn linker oor blijft maar spul uitkomen. Dus daar zijn ze nu ook in overleg bezig. Ja, maar als jij wil komen, schatje, dan moet je erop klimmen. Kom dan. Eigenlijk is Liam gewoon een vrolijk mannetje. Maar hij raakt gewoon zwaar gefrustreerd. Omdat hij gewoon zijn ding niet kan uiten. Hij kan niet praten, hij kan het niet zeggen. Nou is het wel vaak zo dat ik al weet waar dat de oorzaak ligt. Waarom dat hij gefrustreerd is of wat dan ook. Maar ja,
Hij moet gewoon geholpen worden. En dat is waar we nu naar gaan kijken. Dus mochten de mensen zeggen, Liam praat nog niet. Nee, dat klopt. We zijn ermee bezig, al maanden. En wil ik er nog even gauw bij zeggen. Het is niet zo dat we zielig zijn of wat dan ook. Als hij heeft wat we denken dat hij hebben, dan is dat gewoon zo. Ik ben zelf geen theoriemens. Ik ben een praktijkmens. Dus alles in de praktijk leer ik het makkelijkst. Dus Liam is ook een praktijkkind. Dat heb ik sowieso al door. En dat is prima. Dat is helemaal goed. Dat is niks mis mee. Niels is ook een praktijkmens. Alleen Niels die kan het theoretisch gezien iets beter oppikken. Dus dat is gewoon zo. Dat is prima. Dat mag. Ik hoef geen supergeleerde kinderen te hebben. Als mijn kinderen maar gelukkig zijn. En dat is Liam op dit moment niet. Dus daarom ga ik actie ondernemen. Of tenminste ben ik actie aan het ondernemen. We gaan Liam ophalen. En Sammy zit lekker even kaasbroodje te eten. Maar ik heb natuurlijk ook voor Liam mee. Lekker hè? Lekker happen. Ja. Kom maar happen. Hap. Goed zo. Hey Liam, wat ben je aan het doen? Waar gaan we heen? Dus vertellen, waar gaan we heen? Hey. Nee, kan niet. Doe ze de deur dicht laten. Kan niet. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Je hebt hem op stuurslot gezet, vriend. Ga je mee? Kom. Kom. Lekker ding. Doe maar vertellen. We hebben Jordi opgehaald. Ja, en ik was heel chagrijnig. Maar nu ben ik weer vrolijk, want ik moet van mama even achter het stuur. Hm? Dat was stiekem leuk, hè? Ja, 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 ja. Zullen we naar binnen gaan? Gaan we wat lekkers doen? Gaan we lekkers eten? Ga je mee? Met mama? Ga je mee? Kom. Ga eruit. Heb je je autootje? Ja? Het kindje ligt op bed. Jordi had een beetje volging. Ja, nu moest je even knuffelen. En nu ligt hij lekker te slapen. En hopelijk blijft hij slapen. Liam is nog aan het spelen. Ja. Sam slaapt ook al. Ja. En wij gaan even opruimen en spullen klaarzetten voor morgenochtend. Mm-hmm. En dan is het ook weer een keer tijd voor voetbal kijken. Oh, is dat ook weer? Hm. Nou snap ik waarom dat hij zo snel alles opgeruimd wil hebben, want normaal heeft hij niet zoveel haast. Dus. Maar in ieder geval, wij gaan deze ups en dan afsluiten, want we gaan niet veel bijzonders meer doen. Nee, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.